De fietsers van Berg in het Zadel keren in goede sferen weer terug naar Serenberg. Het leeuwendeel van de retourtocht naar Leipzig zit erop en door het ontbreken van ongevallen en zware blessures is de groep positief gestemd over een goede aankomst in Nederland. Ah, het gaat super. Ik moet afkloppen, maar we hebben nog geen mensen gehad die zijn gevallen of ernstig letsel of weet ik wat. En dat was toch aan het begin mijn grootste zorg. En dat het loopt heel soepeltjes. En de saamhorigheid, nou, dat zie je hier om je heen, is geweldig. Dus ik ben heel blij mens. Wordt er ook veel nog gedacht aan het doel? Hoe gaat dat? Jawel, er wordt veel over gepraat. Er zitten nog bij ons mensen die kort geleden hun partner hebben verloren. Dus er zitten veel emoties komen naar boven. Ja, dat gebeurt wel tijdens de tocht. Waarom fiets jij? Dubbel op eigenlijk. Ik heb dus veel te veel van dat soort dingen dus in mijn familie. Ik ken ze en vrienden, dus dat om mij wegvallen en ook gewoon in deze situatie nog zitten, zelfs nu nog. En ja, daarvoor doe ik het ook eigenlijk. Ja. En wat voor gevoel geeft het je als je op de fiets zit en dan misschien toch een beetje eraan denkt? Ja, je denkt er elke dag aan. Kijk, als ik maar iets daarvoor terug kan doen, ook al is het op deze manier, dan doe je dat. Zeker. Daar ga je voor. Zeker. Ja. Hoe gaat het met de nieuwelingen? Dat mixt heel goed. We hebben wel 30 nieuwe mensen bij, maar die voelen zich op hun gemak, worden goed opgenomen in de groep. Nee, het is eigenlijk heel goed. Eén geheel. Helemaal niet groepjes zo. Nee. Er vallen wat mensen door op de steile klimmen, maar wij pikken ze op. Anders zijn we vanmiddag veel te laat aan het bier. Ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dus we hebben alle reden om met z'n allen snel aan te komen. Mij mag er nog wel een weekje bij. Absoluut, absoluut. Want ik vind het hartstikke leuk. Gewoon hartstikke leuk om te doen. Ook de sfeer met de groep en met de jongens onder elkaar. Ja, dat is gewoon perfect.